Elke zondagmorgen in de vroegte staat de boerendochter in de wei. Want dan moet zij alle koetjes melken en bliksems dat is een heel karwei. De boerenknecht was heel de nacht al wakker, de zuidpartij liep daar nog uit de hand. Plots zag hij de mooie boerendochter en jongens, wat kreeg hij toen een plan? Want heeft de boer het hooi op zolder? Was klaar met het melken en ging zich heerlijk wassen bij de kraan. Ze ontknoopte daar heel vlug haar bloesje en ze zag de boerenknecht niet staan. Hij bespiedde haar vanaf de zolder liggend in het geurig verse hooi. Na haar bloesje volgde toen haar rokje en hij riep plotseling: "Wat ben je mooi!" Want heeft de boer het hooi op zolder? Doch toen zag ze eindelijk de knecht. Ze klom de ladder op richting de zolder en sprak: het boerenwerk is niet zo slecht. Dus luister alle lieve boerenmeisjes, kijk naar het melken eerst eens goed in het rond. Zie je niks, dan zit de knecht op zolder, wacht het met een sprietje in zijn mond. Want heeft de boer het hooi op zolder?